Vandaag ben ik op werkbezoek bij twee grote postbedrijven, Cent en PostNL. We versturen nog steeds in Nederland ruim 2,5 miljard poststukken. Maar dat is wel steeds minder en minder aan het worden. En de grote uitdaging ligt er maar in hoe ik samen met de Tweede Kamer tot besluiten kom waardoor de post betaalbaar, bereikbaar en betrouwbaar blijft voor de Nederlander. Nu dus bij Cent. We gaan nu kijken. Ga je mee? Toen ik zeer vereerd dat de staatssecretaris de moeite heeft genomen om af te reizen naar Apeldoorn en Cent te bezoeken. Ik ben positief verrast dat de staatssecretaris de markt al zo tot zich genomen heeft. En het was goed om te merken dat er een aantal overeenkomsten waren tussen de gedachten van de staatssecretaris en de gedachten van Cent. Dit was het werkbezoek aan Cent, een prachtig bedrijf. Goed met elkaar gesproken over de toekomst van de postmarkt. Door de dalende hoeveelheid poststukken is één ding wel zeker, dat daar moeten besluiten genomen worden. Dat ga ik zeker doen, ook in gesprek met de Tweede Kamer, waarbij natuurlijk de vraag is hoe zorg je dat post betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft.